Dit is het mobilisatiecomplex van Hilversum. Het is een oud defensieterrein uit de Koude Oorlogperiode. Er staan 6 van dergelijke loodsen op het terrein. En in die loodsen, althans in deze loods, zitten een aantal makers. En we worden verbonden doordat we gebruikte materialen gebruiken in wat we maken. We zaten met een groep mensen tot 2 jaar geleden op het oude gemeentewerfterrein. Daar moesten we weg omdat dat verbouwd wordt. En de gemeente Hilversum gunde ons deze supermooie plek. Het was helemaal leeg een jaar geleden. En hartstikke lek, dus allemaal plassen. Maar inmiddels is het een stukje voller geworden. Ik maak mozaïeken van sloophout. Ik maak realistische soort van schilderijen. Mozaïekjes met allemaal stukjes hout. Hout dat ik zoek en vind over de hele wereld. Maar vooral in Hilversum. Want hier woon ik en hier werk ik. Dus als ik naar mijn werk fiets of rijd, kijk ik altijd in containers of daar misschien een mooi geschilderd plankje in zit. Want ik gebruik vooral geschilderd hout. Dus in alle kleuren van de regenboog. Die verzamel ik. En daar maak ik realistische portretten van. Maar ook gebruiksvoorwerpen. Je moet denken aan een blikje cola of een paar gympies. Ik maak menselijke portretten, maar ik maak ook dierenportretten. Eigenlijk is de horizon zo breed als de horizon is. Ik kan eigenlijk alles maken. Ik ben dit gaan doen 15 jaar geleden na een carrièrebaan als verslaggever bij RTL. Ik ben jarenlang journalist geweest. Ooit begonnen bij een krant, bij de Haagse Courant. Toen naar RTL gegaan. En op een gegeven moment dacht ik ga 1 dag in de week ga ik ook in Hilversum thuis in de schuur iets maken. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Eerst 1 dag in de week, toen 2, toen 3. En toen ging het eigenlijk zo goed dat ik heb besloten om mijn baan op te zeggen. Dat is nu 15 jaar geleden. En ik vond het heel leuk, de journalistiek. Maar wat ik nu doe is eigenlijk nog veel mooier. Ik ben al mijn hele leven een enorme verzamelaar. En nu, de laatste 15 jaar, ben ik dus vooral hout, geschilderde plankjes aan het verzamelen. Want dat is mijn basismateriaal. En dat basismateriaal ligt hier opgeslagen. Plankjes, overal vandaan en gesorteerd op kleur. En al die kleuren hebben weer verschillende tinten. Kijk, hier bijvoorbeeld rood. Heb je een beetje wat donkerder rood. Je hebt fel rood. Weer een stuk donkerder. En waarom oud hout, vragen mensen. Wat is het mooie van dat hout? Nou, je ziet het bijna zelf al. Die oude plankjes, dat zijn soms laag over laag geschilderd. En dat patina, dat geeft zoveel diepte. Dat geeft zoveel extra sfeer. Dat vind ik nou mooi. Je ziet gewoon dat het geleefd is. Nou, al die kleuren liggen hier verspreid op kleur gesorteerd. En als ik met iets ga beginnen, laten we zeggen een portret, dan trek ik de kleuren die ik nodig heb uit mijn voorraad. Zoals eigenlijk een schilder zijn palet samenstelt. Ik ben van het organische model. Wat op mijn pad komt, dat komt op mijn pad. En zo kwam eigenlijk vorig jaar op mijn pad de vraag of ik een heel groot muurwerk kon maken hier in Hilversum. Nou, toen heb ik een grote vliegende mus gemaakt. Omdat ik eerst in de Mussenstraat zat en een mus is een leuke vogel. En mijn doel was om alleen maar hout uit Hilversum daarvoor te gebruiken. Nou, dat is gelukt voor 98%. Een paar kleuren moest ik uit mijn voorraad halen. Maar de rest heb ik allemaal in Hilversum gevonden. En door dat te doen kwam ik eigenlijk weer op een nieuw doel. Ik wil eigenlijk het liefst op heel veel plekken in de wereld van die hele grote muurwerken maken. En dan op al die plekken het hout te zoeken op die plek zelf. En dan kan je ook aan de mensen laten zien dat het heel erg waardevol is om oude spullen her te gebruiken. Want dan zien ze op een gegeven moment dat al die plankjes die ze anders hadden weggegooid, dat daar een heel mooi kunstwerk van aan de muur is gemaakt. Even zoeken hoor, want ik heb het hout voor het portret van Pieter Broertjes. Moet ik? Nee, ik kan het niet vinden. Ik had er een stickertje op geplakt. Raadhuis Dudok, maar ja, dit is een plankje dat ik heb gebruikt voor het portret van Pieter Broertjes, onze burgemeester die na 10 jaar vertrok.
Ik ben gevraagd om zijn portret te maken toen hij wegging voor in het raadhuis. En ik probeer, als ik een portret maak, altijd hout te gebruiken uit het leven van die persoon. Nou, in het geval van Pieter heb ik hout gebruikt uit zijn geboortehuis in Den Haag. Uit het huis dat zijn opa bouwde op een eiland in Loosdrecht. Een plankje uit de kelder van het oude Volkskrantgebouw. Daar was hij jarenlang hoofdredacteur. En dan een stukje hout uit de kelders van het raadhuis. Nou, dat plankje heb ik gehouden, want je weet nooit waar je dat nog voor kan gaan gebruiken. Deze onderplaat heb ik weer gekregen van de mensen die die tunnel daar bij de Riebeekgalerij hebben gemaakt. Een betonplex is ja, één keer gebruikt om beton in te gieten. Normaal wordt het weggegooid, maar ja, ik heb iets van tientallen van die platen gekregen. Die gebruik ik allemaal als ondergrond voor mijn kunstwerken. Moet ik hem... Zo, en dan moet ik hem eigenlijk even omdraaien. Maar dat... Ja.